Het Is misschien wel het vrijste staaltje van Duits vernuft. De industriële robots van KUKA. Traditioneel werken de oranje-robotarmen van KUKA vooral in de auto-industrie. Maar in steeds meer sectoren ontdekken ondernemers dat de robot precies en snel werkt, nooit ziek is, nooit vakantie heeft en nooit een baaldag opneemt. Maar de Duitse trots die dreigt nu in buitenlandse handen te komen. Een Chinees bedrijf heeft een miljardenbod gedaan op KUKA, een robotproducent uit Augsburg. Dus Matthijs heel Duitsland in. Rep ja, ja, ze zijn er wel heel, heel erg van geschrokken. Kuka is, is echt wel een beetje het centrum van de Duitse maakindustrie. Al die autoproducenten die gebruiken die uh, robots en ze hebben natuurlijk ook niet een goede beschermconstructie gemaakt, zoals in Nederland vaak bij die bedrijven. Daar doen ze in, ne in Duitsland wat minder aan. En die is, ja, ze zijn wel zo geschrokken dat er een Chinese concurrent daarmee wegloopt. Even dat Kuka. Wat is dat voor bedrijf? Nou, het is niet eens zo'n heel groot bedrijf hoor. De omzet van 3 miljard, bruto winst 200 miljoen. Dus het is niet een van die hele grote uh, Het is Duitze... geen Siemens of zo. Nee, nee precies. Het is, een, uh, het is een middelgroot bedrijf. Staat aan de beurs in uh, Frankfurt genoteerd. Maar je zou kunnen zeggen: het is een soort essentieel onderdeel van ja, de Duitse maakindustrie. En ook zeker voor de toekomst ervan, als het allemaal nog veel digitaler en automatischer moet. En, en die koper, die mogelijke koper van KUKA? Ja, die heet Midea. Ik kende hem niet, maar hij is een producent van uh, huishoudelijke apparatuur. Witgoed, koelkasten, magnetron, zag ik op de website. Wel even een omzet van 20 miljard, zoals het met dat soort Chinese bedrijven gaat. Ze begonnen geloof ik ooit met dopjes op flesjes. Mm -hmm. uh, en, uh, drie jaar geleden weet ik veel, en nu zijn ze alweer zo groot. Uh, veel groter dan KUKA, en die zijn uh, bereid om 4,5 miljard te betalen voor uh, de Duitsers. Maar wat moet een producent van, van witgoed met een uh, zeer geavanceerde Duitse robot maken? Want dat is het. Ja, dan moet je natuurlijk de Chinezen kennen. Die denken strategisch, die denken ver vooruit. En daar past dit denk ik ook echt bij. Uh, China is de komende jaren de belangrijkste markt voor industriële robots. Er staan er nu nog niet zo heel erg veel. Je ziet een overzichtje van hoeveel er zijn, in duizendtallen dus. Uh, ja, dat gaat van zo'n 10.000, 11 11.000 in 2010 is dat opgelopen tot 75.000. Nu, dat zijn de jaarlijkse verkopers, zeg maar de extra robots. Hmm. En het zou nog een keer verdubbelen in 2018. Ja, en dat komt natuurlijk omdat het ja, langzamerhand ook duur wordt in China. Chi maar die Chinezen, je hebben toch uh, genoeg mensen die dingen in elkaar schroeven, hebben toch ja, alles nodig? Te koop ook? Ja, die nee, die Dat valt niks. dus tegen. De, oh. de looneisen ja? in China zijn hard omhoog gegaan. Dat gecombineerd met ook nog zo'n dure munt. Ja de Chinese eisen ook uh, meer dan een hongerloontje. Hier zie je de loonstijging van de afgelopen uh, jaren. Oh, Deze ja. eeuw al twee en een half keer over de kop gegaan, het Chinese loon. Ik heb even gekeken, in China zijn de gemiddelde arbeiders Kosten per uur. Dus heel gemiddeld 9 euro. Een robot is gemiddeld aan arbeidskosten, als hij arbeid verricht, 6 euro. Dus ja, een robot is nu al goedkoper dan een Chinees. In Duitsland overigens 40 euro. Oké, ah, oké, okay. ja. okay, ja. perspectief te plaatsen. Maar toch, dit lijkt mij in Duitsland slecht vallen. Um, ook slecht nieuws voor de, de, de BV Duitsland. De, GmbH. Ja, ja, wat is een BV? GmbH. GmbH, Deutschland GmbH. Precies, nou dat is ook zo. Dus ze zijn er in af van openbaarheid erg van geschrokken. Toen was meteen het idee: nou gaan we een tegenbod doen. Nou, iedereen dacht meteen aan Siemens. Hè, die kan dat wel gebruiken. Dat past helemaal in zijn palet. Maar Siemens-topman heeft vandaag gezegd: we hebben geen interesse, we hebben geen uh, belangstelling om KUKA over te nemen. En dan is het misschien nog de enige partij die dat zou kunnen doen. Een soort gezamenlijk conglomeraat van Duitse autobouwers. Die hebben natuurlijk strategisch het grote belang. Om Koekar in de familie ja. te houden. En ze gaan hem niet in hun eentje kopen, want dan wordt het weer moeilijk om je concurrenten te gaan beleveren. Dus ja, voor ze dat voor elkaar krijgen, dan is misschien de maar tijd. Je kunt opgelacht. het gewoon verbieden, of kan het niet? Nee, in de politiek zegt niet. van uh, ja, ja, het, ja, in, strategisch. Ja, dat zou kunnen. Daar wordt ook wel over gedacht. Uh, Gabriel, de, de minister van Economische Zaken, die heeft in geval in het openbaar als vraagtekens gezet, bij de strategische kant van deze zaak. Maar ja, Duitsland heeft niet zoveel slimme trucjes om dat te doen. He, het zijn, in principe mag je gewoon van het ene private bedrijf, het Chinese bedrijf, in een. Een ander privaat bedrijf investeren als het aan de beurs staat. Hoe kun je dat verbieden? Er zijn niet van die stichtingconstructies. Uh, en Merkel is nu in, op handelsmissie in China en die staat ook eigenlijk in het teken de hele handelsmissie van deze affaire. En ze heeft het onderwerp ook vandaag aangesneden. <koh> was duidelijk uh, toen ze in, met Lee praten met de premier daar mm -hmm. waar ze op bezoek was. Ze heeft gezegd: de Chinese leiders moeten in elk geval gelijke kansen voor internationale bedrijven bieden uh, in China en in Duitsland. Dus jullie mogen wel bij onze hele ja, koek kopen. Dat is ook oneerlijk. En wij mogen niet bij ja. jullie iets kopen, want dan. Ja, ik verschil je meteen, joint venture. Oké, okay, maar even je, je, je bent econoom. Is het dan onverstandig? Hè? Economen zijn vaak voor ja. vrije markten. Um, is het dan onverstandig dat Duitsland hier geen beschermingsconstructie op heeft? Ja, te ik vind het onverstandig. Ik vind het onstandig om ten, ten eerste omdat de Chinezen niet helemaal van de vrije markten zijn. Dus dat, dat is een. Economisch argument om je te weer te stellen. En ten tweede, je hebt iets wat heet een infant industry argument. Dat betekent, als je een industrie hebt in zijn kleuterjaren, ja, dan is het wel degelijk in het voordeel van het land om dat in het begin een klein beetje te beschermen. Zeker tegen tegenstanders die het spel niet eerlijk spelen. Dus ik denk dat ze hier toch wat handiger mee moeten omgaan. Ja, hebben wij dan, dat in uh... Nederland van die beschermingsconstructies om, om te voorkomen dat zoiets gebeurt bij, bij ons? Ja, in principe hebben sommige bedrijven dat. Dus dat staan in de statuten van bedrijven. Toen Capien ja. bijna naar de Mexicanen oh, ja. ging, ja, ja, ja. toen werd er zo'n stichting tussen geschoven. Ja in één keer een meerderheid. En er zijn meer bedrijven die dat doen. Uh, ABN AMRO is ook op die manier beschermd. En Nederland is daar beter in dan de Duitsers. Ja. Oké. Okay. Het zit ik denk het zou wel passen Koek in China toch? Want dit is dat is toch van die robots die kunnen pingpongen. Zijn ze zien ook goed. Ja, de, deze robot is beroemd oh, ja. geworden op ja. YouTube doordat hij kon pingpongen. Laten we even kijken naar het ja, filmpje ja, ja, ja. tegen een professionele pingponger of tafeltennis om je dan zeggen in uh, China. Een fantastisch filmpje. Ja, geweldig. Let even op. Koeker heeft geen oogjes. Dit hele filmpje en dat Gaaf ze laten toe, ze dachten dat zagen jullie toch allemaal wel? Is volstrekt nep. Ja? We zijn er allemaal dat in dat kan die helemaal ja. niet ja. Dat kan niet helemaal niet. Die kan hij alleen stomme dingen, gewoon iedere keer hetzelfde moeite. Hij ziet niks, dus hij kon dit ook niet. Oh, er zijn okay. nu wel pingpongrobots, maar die doen het een stuk En van Koeken. Dan Koeka. Nee, nee, maar daar is wel man. dankjewel.